Céline van Oitzel, 23, uit Heertos is verkozen tot Miss België 2020. Hoewel ze een val maakte in het begin van de show, kreeg de vrouw de felbegeerde titel zaterdagavond toch toegewezen. Ik ben inderdaad gevallen, maar ook als je valt kun je winnen, reageerde ze. Van Oitzel haalde het tijdens een verkiezingsshow in de pannen van 31 andere meisjes en volgde Lena Castro Suarez, 19, op. Céleste de Kesteker werd eerste eredame en Annika van Hollebeke tweede eredame. Het is de zevende Vlaamse Miss België op een rij, de laatste Franstalige dateert al van 2013, de Luikse Noemi Happard. Zaterdagavond werd, voor de 52e keer alweer, 's lands mooiste meisje verkozen in het Plopsa Theater in de pannen. De verkiezingsshow was begonnen met een opvallend moment. Bij de introductie maakten drie meisjes een uitschuiver toen ze de trappen afdaalden. De winnende Miss Céline van Oitzel viel zelfs op haar knieën en verloor op mysterieuze wijze een BH. Céline van Oitzel, een 23-jarige blondine uit Heretals, nam ook al deel aan Miss Antwerpen 2016 en werd toen tweede eredame van Lancy France. Ze heeft intussen een masterdiploma rechten behaald, met onderscheiding. En op Instagram is een influencer met 63.500 volgers. Ik hoop een heel goed voorbeeld voor jonge meisjes te zijn, zei ze kort na haar verkiezing. Zoals je kon zien, ben ik gevallen maar ik ben rechtop gestaan. Dat is de boodschap die ik wil meegeven. Iedereen valt in het leven. Maar het is aan hen die opstaan en ervoor gaan. Ook als je valt, kun je winnen. Céline is nog single en is fier op haar diploma. Ik ben geen dom blondje, inderdaad. En ook andere blondjes zijn zeker ook niet dom. Mijn diploma pakken ze nooit meer af, maar die tweede droom is nu ook vandaag in vervulling gegaan en ik kan niet wachten om eraan te beginnen. Puntuitredend Miss België Elena Castro Suarez, 19, rekende in een voorbeschouwing in onze krant Céline tot een van de vijf topfavorieten. Het comité van Miss België steunt nu al enkele jaren de organisatie Hope for the Children. Alle kandidaten helpen mee om middelen in te zamelen voor het arme Cambodjaanse dorp Rongvuong. Céline haalde tijdens haar campagne het meeste geld op van alle kandidaten. Ze heeft met meer dan 60.000 volgers op Instagram ook een uitgebreid netwerk. Dat, gecombineerd met haar daadskracht, maakt van haar een van de topfavorieten van dit jaar. De nieuwe Miss België kreeg het kroontje opgezet door haar voorgangster, Elena Castro Suarez, 19. En kan haar naam bijschrijven op de lange erelijst. Vijfde eredame was Elise Baron, vierde eredame Laura van Collie en de derde eredame is Blandine Frenet.